Welkom bij Het Heelal en Meer. In de vorige aflevering vertelde ik over UFO's. Een oorspronkelijk onschuldige term die voortkomt uit de Amerikaanse luchtmacht en in de media vaak geassocieerd wordt met buitenaardse wezens. Diezelfde week verscheen er op nu.nl dit artikel. VS kan 143 UFO's niet verklaren. Nog geen bewijs voor buitenaards leven. Nog geen bewijs. Zoals altijd moeten we nog even geduld hebben. Het idee dat buitenaardse wezens op aarde zijn spreekt mensen aan en verkoopt kranten. Maar kunnen we echt uitsluiten dat sommige UFO's buitenaardse wezens zijn? Om voortgang te krijgen binnen de wetenschap moet je soms een grens trekken en zeggen: dit is redelijk en dit is niet redelijk. Maar vandaag in deze aflevering wil ik eens gaan kijken wat het algemene publiek daarvan vindt. Via de website Astroblogs kwam ik in contact met twee fantastische personen die wat over het onderwerp wilden praten. Dit zijn mijn interviews met Angele van Oosterom en Harry Brunot. Ik heb hier vandaag in de studio Angele van Oosterom. En misschien kun je wat over jezelf vertellen. Ja, nou, mijn naam is inderdaad Angele van Oosterom. Ik ben mijn hele leven al geïnteresseerd in ruimtevaart en astronomie. Maar ik had graag ook iets in die richting willen gaan doen. Maar ik was vroeger niet behept met een wiskundige. En toen bleek studie in de richting heel lastig. Ik ben een alfa, in hart en nieren ook van origine. En ik heb taal en literatuur gestudeerd. En Italiaans. Ik heb jarenlang cursussen gegeven aan de volksuniversiteiten. Maar ik ben altijd blijven lezen. En ook inderdaad een grote hoek voor science fiction bewaard. Waarbij alle avonturen voorbij komen van aliens en exoplaneten en dergelijke. En nu zit je hier om te praten over UFO's. Ik had de vorige keer filmpje gemaakt waarin ik heel nuchter, heel wetenschappelijk uiteenzet wat UFO's zijn, hoe ik er zelf naar kijk. En vandaag wil ik meer naar het mystieke aspect kijken, maar ook naar kijken naar hoe andere mensen erin staan, wat ze erover denken. Dus ik zou graag aan jou willen vragen, wat denk jij dat UFO's zijn? UFO's of UAP's... Mm-hmm. Ik denk dat het een heel breed begrip is, waarvan natuurlijk de UFO's in de fysieke gedaantes heel bekend zijn, heel veel aandacht vragen en heel tot de verbeelding spreken. Natuurlijk, we kennen allemaal de meldingen van Roswell tot... Wat natuurlijk nu heel veel in de aandacht staat en waar ik ook heel veel over geschreven heb, de UAP-meldingen van de Amerikaanse marine. Dat is natuurlijk naar aanleiding van een artikel wat een paar jaar geleden geschreven is in de New York Times. En waarbij dat enorm veel aandacht genereerde. Dus de UFO's, de vliegende schotels of die meldingen die blijven binnenstromen. En dat is bekend. Wat natuurlijk wat minder bekend is, is het alien contact. Waar je inderdaad ook graag wat meer over wilde discussiëren. Denk je niet dat wat jij nou beschrijft, dat de wetenschappelijke methode en wetenschappers, dat dat juist aangewezen methoden en personen zijn om dit soort fenomenen te onderzoeken? Het is natuurlijk ook enorm... Het is zeker goed onderzocht. Als je leest bijvoorbeeld in die Barney en Betty Hill encounter, dan hebben inderdaad hypnotiseurs, mensen die verstand hebben van telepathie, psychiaters, zijn er zeker mee bezig geweest. En dan nog, maar dan moet er consensus bestaan tussen die wetenschappers over wat er nu gebeurd is. En dat is gewoon toch wel
ja, nog een heel veld van onderzoek wat lastig te betreden is. En waarom is het zo lastig te betreden? Ja, ik denk omdat je het niet kunt meten. Je kunt het niet op film nemen ook. Je kunt het niet. Mensen kunnen inderdaad, zeker nu, natuurlijk tientallen jaren geleden niet, maar nu heeft iedereen een camera bij zich of kan een opname maken. Maar van zo'n ervaring, die zo botst eigenlijk met de fysieke realiteit, is het natuurlijk heel lastig om dat te meten of te staven. Mm-hmm. Ja. Maar we zien wel video's verschijnen van UFO's, foto's, verhalen. Ja. Dus waar ligt dan die grens van, enerzijds klinkt het nogal ongrijpbaar en niet vast te leggen. Ja. En daardoor is het heel moeilijk om het wetenschappelijk te bestuderen. Maar anderzijds, als je wel degelijk foto's kunt maken, als er af en toe video's kan verschijnen, dan kun je het wel vastleggen. Je kunt er metingen doen en dan kun je het wel wetenschappelijk bestuderen wat het is. Ja, het is... Het gaat vaak ook gepaard in die hoek. Gaat vaak ook gepaard met fysieke ervaringen die mensen hebben. Dat ze het gevoel hebben dat ze aangeraakt worden. Of het. Ik herinner me het geval wat heel uitgebreid beschreven is. Ook het Randallstown Forest encounter van soldaten van de Britse luchtmacht. Of in ieder geval van het Britse leger. In 1980 een UAP'se hebben waargenomen, meerdere. En daar ook het gevoelsaspect duidelijk aanwezig was. Wat je natuurlijk direct kan staven. Ze kregen stroom door hun armen en benen. En die ervaringen zijn er zeker. Dat mensen inderdaad fysiek ook gewond raken. Of in het ziekenhuis terechtkomen met zeker zware verwondingen. Dus dat kun je natuurlijk vrij eenvoudig waarnemen. En dat gebeurt ook. Ik begreep dat incident dat achteraf ook mensen zijn gaan onderzoeken wat er precies plaatsvond. Ja. Ja. Maar zoals ik heb gelezen, hebben ze achteraf niks kunnen vinden. Behalve dat er bijvoorbeeld waarschijnlijk de waarneming van een vuurbal, dat is een asteroïde. Een kleine asteroïde die opbrandt in de atmosfeer en een groot spektakel geeft. Ja. Er was ook sprake van de locatie waar ze waarneming gedaan hadden. Er was een vuurtorenlicht, kon je dat zien door de bomen schijnen. Dus waar kun je dat dan? Hoe kun je dan gaan van gewone natuurverschijnselen en verschijnselen die wij zelf maken? Hoe kun je dan gaan naar iets dat toch heel mysterieus en mystieks is en buitenaards? Dat klopt, dat is ook heel moeilijk. Aan de andere kant kun je wel zeggen, de ruimtevaart, ik lees natuurlijk ook veel over gewoon over ruimtevaartbedrijven, hoe ze geavanceerde toestellen maken. Ik heb Skunkworks gelezen van Ben Rich over de constructie van de F-117A. En dan, dat is de bommenwerper, is dat hè? Ja, die bommenwerper. Die vrijwel onzichtbaar is voor radar. Die onzichtbaar is voor radar, inderdaad. Dat moet je ook, vind ik, daar moet je ook kennis van nemen. Dan zie je wat die geavanceerde toestellen allemaal kunnen. En ik kan me voorstellen dat iemand daar ook, als je dat zomaar onverwacht, zeker in de vorige eeuw, zo een toestel ziet verschijnen, terwijl je het niet verwacht op een donkere weg, dat iemand daarmee helemaal van slag kan raken en denkt, wat krijgen we nou, zeg maar. En als dus de Amerikaanse dienst komt van, wij laten de UFO-files vrij, dan lees je in de media al vrij snel van, UFO's zijn echt. Terwijl eigenlijk alles wat het betekent, is zeggen van, ja, we hebben gewoon deze waarneming gedaan, we weten niet precies wat het is, maar vanuit hun kant is er niks mystieks aan. Het is gewoon wel een mysterie. Maar het heeft niks bovennatuurlijks, niks buitenaards voor zover ze weten. Dus ik ben heel benieuwd, waar zie jij de link in termen van wat er waargenomen is, wat we weten? Waar zie jij de link dat in ieder geval een aantal UFO's iets buitenaards kunnen hebben? Waar zit de link? Ik denk ten eerste dat UFO-meldingen die vanuit het leger, vanuit de luchtvaart gedaan worden, natuurlijk
heel sec bekeken moeten worden. In die zin dat ze heel goed onderzocht moeten worden voor de veiligheid. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat piloten en alle toestellen die het luchtruim betreden, die moeten in veilig luchtruim kunnen gaan. En ik kan me inderdaad voorstellen dat ze inderdaad als eerste gaan kijken wat was het, van weersfenomenen tot vogels, tot ballonprojecten. Die moet je natuurlijk allemaal, je moet het één voor één onderzoeken. En ik snap dat ze heel nauwkeurig te werk gaan om dat allemaal uit te sluiten. Dus dat is al heel veel werk. Als je dat gedaan hebt, blijft er inderdaad nog iets over wat voor de, misschien voor hele grote media platforms, het ook natuurlijk wel een beetje prikkelende, sensationele effect heeft van zouden het misschien wel buitenaardse wezens kunnen zijn die ons in een toestel bezoeken. En dat is, dat knabbelt natuurlijk aan de rand van sensatie. Ja. Ja. En hoe ga je dan van, oké, er is onderzoek naar gedaan, er zijn een hoop meldingen van UFO's die er niet verklaard zijn, waar we geen verklaring voor hebben. Hoe ga je dan van, oké, dan zullen het buitenaardse wezens zijn? Ik denk dat de gedachtenstroom is dat wij als mens hebben al decennia lang proberen we van de aarde af te komen. Misschien is dat wel gedreven vanuit een af en toe zijn er meteorieten inslagen. Ik bedoel, de aarde is ook niet altijd veilig gebleken in de geschiedenis. Hebben we niet van een soort survival drive? We moeten toch ook van de aarde weg kunnen? Wat je natuurlijk nu met die ruimtevaartbedrijven die als paddenstoelen uit de grond schieten ziet. Dat we naar andere planeten willen, ook voor een soort survival van onze genen. Dus de gedachte dan dat onverklaarbare fenomenen die men in de lucht waart, dan buitenaards, of het nu van binnen het zonnestelsel komt of van verder weg, zouden kunnen zijn, is natuurlijk helemaal niet zo'n vreemde gedachte, vind ik. En daarom vind ik, want ik lees dan misschien wel een tikkeltje meer over ruimtevaart, ook heel belangrijk om te kijken wat zijn de ontwikkelingen van de geavanceerde toestellen die bijvoorbeeld door het leger, met name Amerika en nu ook China, gemaakt worden. Wat zijn de capaciteiten van die toestellen? Zouden ze mogelijk inderdaad verwarkt kunnen worden met UAP's? Dat is ook waar een deel bijvoorbeeld het boek van Leslie Keen over gaat. Ze heeft geschreven dan over het ATIP-onderzoek van het Amerikaanse leger. Dus eigenlijk alles met betrekking tot UFO's. En ze schrijft ook, je moet heel goed kijken naar wat deze toestellen kunnen en of die in verband gebracht kunnen worden. Zoals wat zij doet met de Belgische UFO-golf bijvoorbeeld. Die toestellen waren toen net ook in die periode in Europa gestationeerd. Dus zou daar mogelijk verband tussen zitten. Het is heel goed dat je ook vanuit ruimtevaart, luchtvaart kijkt van wat gebeurt daar allemaal. Hebben we nog één leuke vraag. We zijn niet heel ver ingegaan op echte bewijzen van eens. Blijft nog heel erg steken bij videobeelden waarvan we niet zeker weten. Ja. Heel veel verhalen. Je praat ook over de emotionele ervaring daarvan. Maar wat ik heel interessant zou vinden is de vraag van, hoe overtuigd ben jij dat buitenaardse wezens hier op aarde zijn of zijn geweest? En is er een punt waarop je zegt van, als filmpje na filmpje blijkt dat UFO's gewoon te verklaren zijn, allemaal, welk punt zou je dan zeggen van, oké, waarschijnlijk zijn het toch geen buitenaardse wezens? Welk punt? Dat is moeilijk. Ik moet zeggen, persoonlijk heb ik er nooit een ervaring mee gehad. Ik heb wel veel verhalen gelezen, ook op astroblogs, over mensen die wel zo'n ervaring hebben gehad, die wel UFO's hebben waargenomen of contact hebben ervaren. En ik vind dat zelf altijd heel indrukwekkend, absoluut. Momenteel is natuurlijk wel de tijd voor
beeldmateriaal. Zeker natuurlijk het leger, de Amerikaanse marine, kan met die afvleercamera's fantastische opnamen maken. En we hebben nog nooit in de geschiedenis zulke beelden waargenomen. Dus dan kom je inderdaad op een punt van, als het niet verklaard kan worden, als zelfs de regering verklaart, wij hebben hier geen verklaring voor. Wat is het dan? En dan gaat het toch wel naar de neiging van, dan wordt de bewijzen steeds groter, steeds sterker, steeds concreter. Dus ik las dat er alweer nieuwe versies zijn van die advleercamera's, die nog weer scherper, nog weer preciezer opname kunnen maken. En dus ik hoop in de toekomst zeker dat we daar nog veel meer van kunnen verwachten. Dan denk je ook dat het uitsluit zou kunnen geven, als je scherpe plaatjes ziet, dat je dan inderdaad ziet van, oh nee, het blijkt toch gewoon een passagiersvliegtuig te zijn. Zou je dan op een gegeven moment uitsluitsel kunnen krijgen van, nee, het zijn toch geen aliens? Er is inmiddels toch zoveel onderzoek gedaan en ze blijven toch altijd met honderden dossiers zitten die niet te verklaren zijn. En dat komt uit een diverse groep, het is geen exclusieve groep mensen die dat meldt. Het is wereldwijd. Het blijft altijd een bepaald percentage wat onverklaarbaar blijft. Oké, heel erg bedankt voor het gesprek. Jij ook bedankt. Ik sprak met Harry via Skype. En de opname gaf wat technische problemen. Dus bij deze een reconstructie. Het hele YouTube-kanaal is voor mij ook een leerproces. Dag Harry. Wat denk jij dat UFO's zijn? Ja, dat is natuurlijk een hele algemene vraag. En, mijn hele leven ben ik al wel wel geïnteresseerd in UFO's. Wat is dat? En ik ben al vanaf heel jonge leeftijd geïnteresseerd in ruimtevaart, in de kosmos. Ik wil eigenlijk alles weten. Vroeger had je die boeken van bijvoorbeeld Erich von Däniken, waren de grote cosmonauten. Nou, die heb ik verslonden en ik vond dat geweldig. Nu kijk ik daar wel veel kritischer naar. En ik heb ook niet eens zo lang geleden een podcast gehoord van, die zal je ongetwijfeld kennen, Hans Zimmerman. En die was daar toch ook behoorlijk kritisch over alles wat die man te berden brengt in die boeken. Kijk, je krijgt een boek en er wordt van alles beweerd en jij leest dat. Ja, je kunt niet alles controleren. Dus heel veel dingen neem je dan eigenlijk aan. Zeker als je heel jong bent, dan neem je veel dingen gewoon maar klakkeloos aan. En nu ben ik niet jong meer en ik ben meer kritisch. Er zijn natuurlijk heel veel video's, foto's en verhalen over UFO's. En vaak wordt deze geassocieerd met buitenaardse wezens. Maar er is geen enkel bewijs dat UFO's buitenaards zijn. Daarentegen zijn er talloze aardse verklaringen voor UFO's die wel met regelmaat bewezen worden. Dus denk jij dat er ooit bewijs komt dat UFO's buitenaardse wezens zijn? Nou ja, je kunt zolang het tegendeel niet bewezen is, niks uitsluiten natuurlijk. Ik denk, en ik heb toevallig vanavond jouw YouTube-kanaal gezien en ook wel gezien hoe jij erover denkt. En daar kan ik heel ver in meegaan. Zo van, ik denk ergens dat de mensen het ook gaan willen. Dus je wil erin geloven, geloof ik. Maar het moet wel kritisch bekeken worden. En ik denk dat inderdaad in de meeste gevallen er gewoon verklaringen voor zijn die of nog niet gevonden zijn of... Of al wel, en dan blijkt het toch een vergissing te zijn, of een nep, heel veel nep. Dat is verschrikkelijk natuurlijk, dat mensen dat bewust nep nieuws maken. Maar ja, dat is tegenwoordig gewoon helemaal in natuurlijk. Ik ben daar wel kritisch over. Maar dat ze er zouden kunnen zijn, ja, dat hou ik niet voor onmogelijk. Echt niet, nee. Wat ik zelf een beetje proef,
is dat men erg gemakkelijk denkt dat met geavanceerde technologie alles mogelijk is. Dus dat een buitenaardse beschaving zo eventjes van ster naar ster kan reizen. Maar we weten al heel veel over hoe het universum werkt. En we zien ook fundamentele beperkingen die ons vertellen dat het heel onwaarschijnlijk is dat reizen tussen de sterren ooit gemakkelijk zal zijn. Dus zelfs al zijn er buitenaardse beschavingen met super geavanceerde technologie, dan is het technisch gezien niet waarschijnlijk dat ze eventjes bij ons op bezoek kunnen komen. Ja, maar technisch vanuit ons perspectief. En ik denk, ik merk heel vaak, en eigenlijk proef ik het nu ook een beetje, dat mensen te veel uitgaan van wat wij nu weten, en misschien binnenkort weten, maar wat weten wij over 1000 jaar? En wat kunnen wij over 1000 jaar, 100 jaar, of 20 jaar geleden had ik nooit durven dromen dat ik zo makkelijk privé op mijn eigen computer met een wildvreemde kan gaan zitten kletsen over UFO's. Het is toch heel snel gegaan. Ja, ik denk, ik hou er rekening mee dat wij meer niet weten dan wel weten. Wij weten nog bijna niks over het universum en de rest. Absoluut. En er zijn heel veel dingen die we niet weten. Maar de afstand tussen sterren is zo astronomisch groot. En ik denk dat we wel degelijk heel veel weten over het fundament van hoe de natuur werkt. Bijvoorbeeld, we weten van relativiteit en kwantummechanica. Dat zijn theorieën gebaseerd op zoveel waarnemingen binnen natuur en sterrenkunde. Er zal vast nog veel meer zijn dan dat, maar deze ontdekkingen leggen wel beperkingen op. Als je dat zegt, dan denk ik al gelijk van, nou, waarom? Je denkt dat te veel missen, denk ik dan, vanuit wat wij nu kunnen en wat we nu weten. En inderdaad, ik was enorm teleurgesteld toen ik las dat als de Pioneer, nou, ik weet niet meer wat het was, de goede kant op ging, dan deed hij er 40.000 jaar over om onze buurster te bezoeken. Maar hij heeft nog de verkeerde kant op ook. Ik denk, ja, toen dacht ik ook van, het is onbereikbaar. Maar nu denk ik toch van, ja, ik weet het niet. Wat wij nog uitvinden, wat we ons heel snel kunnen verplaatsen. Oké. Stel dat het zou kunnen. Hè? Stel dat je inderdaad met geavanceerde technologie gemakkelijk van ster naar ster zou kunnen reizen. En dat kunnen we ook niet uitsluiten. Maar de vraag is dan, waar zijn ze? Want we zien kennelijk constant UFO's. Maar waar is het bewijs dan dat het aliens zijn? Je leert waarnemen, hè? Je groeit op en je leert dingen en een plaatje te geven. Maar misschien is mijn plaatje heel anders dan jouw plaatje. En misschien zijn er heel veel plaatjes die ik helemaal niet snap, niet kan zien. Ja, dat vind ik dan weer, dat is voedingsbodem voor mij dan. Om te denken van, er is veel meer dan ik weet, dan ik kan zien. Ja. Wat natuurlijk ook speelt, is dat als er talloze beschavingen zijn daarbuiten, hè, die in staat zijn om gemakkelijk van ster naar ster te reizen, dan verwacht je niet één, maar talloze beschavingen die de aarde komen bezoeken. Maar je verwacht ook radiosignalen uit alle hoeken van het universum. Maar we zien en horen helemaal niets. Of we zijn gewoon het verst ontwikkeld. En al die anderen die lopen nog, die hangen nog in de bomen. Die moeten nog op gang komen. Misschien zijn wij wel de slimste. Ja, dat is inderdaad een mogelijk antwoord op het beroemde Fermi-paradox. Hè? Waar zijn de buitenaardse beschavingen? Waarom zien we ze niet? Maar als wij de eerste zijn, ja, dan zijn er dus geen aliens met technologie om hier op aarde te komen. Gelukkig niet. Nee, dat is hele korte tijd, maar ja, dat is wel waar. Ja. Ja, dat is dus een beetje het probleem. Nee, oké, ik snap, ik kan het helemaal volgen. En ik ken die Fermi-paradox wel. Ik was er niet uit mezelf opgekomen, maar ja. En dat geeft wel te denken, ja. Ja, ja wat moet je, ja. Ik blijf hopen ergens, wat hopen. Ja, nou, ja, echt wel hopen toch. Dat er toch wel een keer iets gebeurt.
dat er wel een contact komt op de een of andere manier. Ja. Ja, misschien is het ook maar beter van niet. Want we weten natuurlijk niet wat voor intenties zo'n beschaving zou hebben. En misschien zien ze ons wel als een toekomstige bedreiging. Er is natuurlijk heel veel ruimte in het universum. Maar wat gaat er gebeuren als er meerdere beschavingen landje gaan veroveren binnen een sterrenstelsel? En dan is het misschien een proces dat duurt misschien wel miljoenen jaren. Maar op de lange termijn kunnen er wel conflicten uit voorkomen, misschien wel oorlogen. En ja, dat kun je wel vermijden door de concurrentie voortijdig uit te schakelen. Ja, ja, ja. Ik had eens gelezen ergens dat zelfs Stephen Hawking daar bang voor was. Ja. En ik denk ergens van, nou ja, als je dan in staat bent om dit te doen, ja, dan heb je toch ook niks nodig. Nee, dan heb je toch geen landbouwgrond nodig of zo, of wat dan ook. Dat maak je allemaal zelf. Dus ik denk, die angst, die heb ik zelf niet. Oké, ook even een vraag, heel specifiek. Hè? Gezien alle aardse verklaringen die er inmiddels zijn voor de vele UFO's, denk je dat sommige UFO's toch buitenaard zijn? Daar moet ik nu feitelijk antwoord op geven. Ja, eigenlijk heb ik dat antwoord al gegeven. Ik denk dat het zou kunnen, ja. En kun je er iets van een kans aan toekennen, een soort van waarschijnlijkheid dat UFO's buitenaard zijn? Nee, eigenlijk wel onwaarschijnlijk, maar... Niet onmogelijk. Onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk. Je moet blijven onderzoeken. Dat het een keer ineens toch, hey, bingo. Ja, wel zo is. Oké, wat ik een beetje proef is dan dat voor jou maakt het niet uit hoe klein de kans is. Jij blijft altijd de hoop houden dat er buitenaardse wezens op aarde zijn of zijn geweest. Ja, de hoop klinkt weer. Ja, ja, de hoop en de kans. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik wil het gewoon echt niet uitsluiten. Absoluut niet. Oké, dat is heel helder. Ik wil je heel erg bedanken voor dit interview. Al vele duizenden jaren lang staart de mensheid naar de hemel vol verwondering en vragen over wat er daarbuiten allemaal wel niet is. We leven in een tijdperk waarin we antwoorden hebben op die vragen. We zijn de ruimte aan het verkennen. Mysteries verdwijnen. We zijn op de maan geland. De hemel is tastbaar geworden. Maar willen we dat wel? Willen we niet liever wonen in een wereld waarin we ons verwonderen over de mysteries, waar we met onze eigen fantasie een invulling aan kunnen geven? De een misschien wel, de ander niet. Maar het verlangen naar mysterie blijft bestaan. En die hebben we liefst zo dicht mogelijk bij ons. Op foto's en video's. En bewegende lichtjes aan de hemel die we met onze eigen ogen kunnen waarnemen. Want laten we eerlijk zijn. Het is een fantastische fantasie dat er buitenaardse ruimteschepen zo dicht bij ons zijn. En dat de antwoorden die we graag willen horen binnen handbereik liggen. We moeten alleen nog even geduld hebben. I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight. I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry. Don't blame this sleeping satellite.